Dus ik ga hier nu even een overview maken voor in de sketch. Niemand weet toch dat het niet op stal is, zeg maar. Ik mag geen shit meer zeggen. Nee. Ik weet dan of hier wat te doen is. Oké. Nou, we zijn hier in Bad Bentheim met Loran. En we zelfs hier bij dit super enge kasteel zijn we shots aan het opnemen voor de video. Eeuw. Max is zo eng. Je moet mij filmen, niet zo. Oh ja. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit is weer een wat gebeurt er als. En dit keer een iets andere wat gebeurt er als. Het is namelijk wat gebeurt er als Maartje en ik een sketch video gaan opnemen. Het is een soort van behind the scenes van... Oh, daar heb ik wat gedaan omhoog doen. Wow, overlicht. Het is een soort van behind the scenes van wat zijn onze voorbereidingen als wij een sketch video gaan opnemen. Wij gaan vanmiddag een horrornacht parodie opnemen. Dus dat wordt dan een horrorjacht. En ik kijk naar buiten en we hebben echt heel veel geluk, want er is gewoon mist. Dus dat is echt perfect. Ik zal jullie vertellen, of Maartje en ik zullen jullie vertellen wat de voorbereidingen zijn. Hoe wij zo'n video voorbereiden, zo'n sketch. En alle bloopers en zo laten we hier ook in. Zover we bloopers hebben, want dat valt vaak nog wel mee. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en veel plezier met kijken. Allereerst overleggen Maartje en ik altijd van, nou ja, wat hebben we nodig om zo'n video te maken? Dus dan gaan we allebei een aflevering kijken. En dan vaak hebben we ze al gezien, omdat we dat dan een hele leuke serie vinden. En dan zo leuk dat we dat na willen doen. Maar dan in een paardenversie. Wie neemt wat mee en wat zijn de voorbereidingen? Nou, was dit in dit geval had Maartje alles genoteerd dat we mee moesten nemen. Natuurlijk hebben we overal over nagedacht. Dus het is nu licht. Dus nu gaan we het eerste deel van de sketch opnemen. Wanneer wij in het land aankomen. Zeg, of wanneer we weten waar we naartoe gaan. Dus in de kantine doen we dat. Waar we in het land aankomen. Dus in dit geval onze spookstal. En dat we voorbereidingen doen en mensen interviewen. Want dat doen hun ook allemaal het licht. Gelukkig, Maartje en ik zien elkaar niet zoveel op stal. En dat is eigenlijk alleen 's avonds. Dus dan kunnen we niet filmen. Maar gelukkig voor deze video moeten we juist wel 's avonds filmen. Dus van de week gaan we dit dan 's avonds in het donker opnemen. Dat we daar slapen. Dan nemen we ook onze koffer mee en slaapspullen en zo. Er staan ook heel veel enge attributen. En dat hebben wij natuurlijk niet zo heel erg. Dus wat ik nu heb ingepakt is... een dromenvanger, maar die heb ik al in mijn tas gepakt, dus dat zien jullie nu niet. Ik heb dit ding, die kunnen we daar neerzetten, want dat is ook wel een beetje spookachtig. En het gaat natuurlijk om een spookstal, dus met paarden en ruiters die vermist zijn, weet ik veel wat het verhaal exact is. Dus ik heb ook een beker mee en een nep paard, weet je wel, van nou ja. Wat we nu nog moeten doen is een kaartje voorbereiden en meenemen waarop staat een hint naar de locatie waar we heen gaan. En de camera's moeten opgeladen worden. Ik moet mijn make-up nog doen, want eigenlijk doe ik dat nooit naar stal, maar voor video's is dat altijd wel wat mooier. Nog beneden een vuilniszak pakken en volgens mij heb ik dan alles. Nou, ik ben op zoek en ik heb kaarsen gevonden. Echt, mijn ouders gaan me vermoorden als ze zien wat er hier gebeurt. Kijk, allemaal kaarsen. Ik moet er even een paar van meenemen. Want het moet natuurlijk wel eng genoeg zijn. Oké, ik heb hier kaarsen. Die ga ik meenemen. En vuilniszak kan ik niet vinden. Aansteken mee. Oh, papa en mama. Als die dit zien, die gaan nog zeggen. Nico, je hebt het hele huis leeg geroofd. Maar ik breng het terug hoor, jongens. Maartje die heeft een gesproken bericht gestuurd. Kaart en verrekijken en dan mijn laptop, zeg maar. Oké, helemaal goed. Ik heb net kaarsjes gevonden en ik kan alleen geen vuilniszak vinden. Maar anders moet ik maar zilverfolie of zo meenemen. Ik weet niet of mijn ouders daar blij van worden, maar dat zien we dan wel. Oké, dus dat is het plan. Kijk even wat ik gevonden heb. Deze gaan mee. Kijk, deze branden niet echt. Die zijn gewoon hartstikke nep. Die zit zo'n aan- en uitknopje. Zie je het? Wacht. Dus ja, die gaan mee. En ze bewegen ook nog. Super nice. En ik heb echt heel erg veel zin om deze video op te nemen. Maar dat hebben we altijd wel met sketches. Want als we eenmaal bezig zijn, zijn we echt mega enthousiast. En wawa. En ja, dus ik ga nu naar stal toe en dan zul ik daar een Maartje zien. Zal ik daar een Maartje zien. En jullie ook trouwens. Wow, ik zie er echt verlet uit. Nou, ik ben bijna op stal. En hier fietst ik me altijd langs. Maar het is nu mistig, zoals ik al vertelde. Dus ik ga hier nu even een overview maken. Voor in de sketch. Niemand weet toch dat het niet op stal is, zeg maar. En het ziet er wel best wel spookachtig uit. Kijk maar, daar is een hek omgevallen. En het is hier gewoon kei mistig. En er is hier ook echt niemand. Maar ja, daar is het al. Dus daar ga ik nu heen fietsen. Oké,
alles. Oké, nou in ieder geval, we zijn dus op stal en we hebben dus allemaal spullen meegenomen. Maar we gaan dus eerst een deel opnemen van de horrornacht. Jacht. Horrorjacht. Horrorslacht. Ja, dat wil ik eerst, maar ik denk dat dat YouTube zal blokkeren. Horrorslacht. Dus ik denk dat we een horrorjacht kunnen houden. Ja, YouTube horrorslacht. Jongens, YouTube is heel naaien, want YouTube blokkeert alles. Dus we doen het wel. Het slachtseizoen is trouwens ook echt heftig. Het is ook zo'n rare naam. Maar we kunnen het beter op jacht houden, denk ik. Oh, het kost wel teamwork, maar we hebben hier een deken voor. Ik heb daar kaarsjes neergelegd met een beker en... Wat doe jij? En hier gaan we wat maken en daar komt nog een vuilniszak voor. Dankjewel. Dankjewel. Op die camera. Het ziet er nog echt uit voor. Ja, ik zie het. Kijk, die met de handschoentjes. Met een mes en plastronen. Ja, man. Zo. Maar wacht even, ik ben groter dan jij. We moeten toch meerdere shots maken. Ik heb hem. Ik neem mijn koptelefoon mee. Waarom? Dat heb ik we gaan nog geen geest jagen. We gaan gewoon horen waar we heen moeten. Oh ja, klopt. En Michel, hoor af. Hier heb je. Welke wil je? Wil je? Ja. Wat gaan we zeggen? We zeggen heel veel oude en nieuwe. Zullen we even een ander shot maken dat ik het al lees? Next shot. Want we moeten er wel slapen. Ik mag geen shit meer zeggen. Nee. maar je hoort het op zich niet. Ja? Ja. Nee, niet dat. Maar ouwe. Nou, scène 1 is opgenomen met dank aan Noortje en Daphne. En we gaan het nu hier allemaal opruimen. En het ging eigenlijk gewoon zonder bloopers. Ja, wel één blooper. Hadden we een blooper? Ja, ik heb wel iets grappigs. Ja, oké. Nou ja, oké. Gaan we het even opruimen. Het ziet echt vet uit, joh. Valencia! Ja. Dat is heet. Oh, is dat opgehoord? Dat voelt heel fijn. Oh, daar gaat je kaart. Jongens, wat jullie nu weten, niet in de andere video, dit is een kaart van Valencia, niet van het Verre Oosten. Dat is Spanje. Hallo, ik zal me even voorstellen. Nienke. Jolanda. Wij zijn van het YouTube-kanaal Saressa en wij willen hier... Hoeveel? Wie is je moeder? Dat is ook vragen van, kunnen jullie niet even meten of hier wat te doen is? Oké. Oh my god. Dat wat jij nou zegt, daar kijk ik dus wel naar. Ja. Dat was echt heel erg eng. Oh my god. Dat kunnen we er ook in laten. Zeg me nou, wat vindt u ervan dat wij hier gaan slapen? Echt, zou ik niet doen. Echt super eng je. En waarom? Nee. Nou ja, dat was ook goed genoeg toch? Ah, nee. Je hebt zo genoeg. Wij gaan het fixen. Dan laten we dat maar hopen. Ah! Wow, check dit. Auwe, kijk dan. Oh, ik heb die paal op. Het is wel echt heel... Wow. Een paard. Maar ik heb jou wel op beeld, dus dan is het oké. Okay. Die paden gingen echt goede momenten rennen, jongens. Goed bezig. Ik had het... Ah! Sorry. Wow, ik had het niet verwacht, maar het was wel cool. Oké. We hebben nou best wel veel. Ja. Even die deur dicht gedaan en dan zit Noortje met een kapotte deken in de kast. En die zal dus zo meteen hierheen rennen. En even kijken. Maar dan moeten we van... Oh, die paarden gaan naar binnen, dus dan moeten we snel filmen. Waar, vanaf welke kant? Ja. Actie. Ja. Actie. Ja? Wow, kijk. Nou, wij zijn klaar met deel 1 van de sketch. Wow, die camera filmt nog. Maar het is super leuk dat iedereen meedenkt. Ja. Dat is echt tof. Ik zal die even uitzetten. Oh, het is zo koud. Ja. Maar we zijn al klaar met filmen en het is al een week laat. Dus we gaan naar huis en ik heb echt super honger. Dus daarna editen voor morgen de sketch. En we hebben net Reuters, wat Reuters denken opgenomen. En daarvoor nog een deel van de horrornacht. Alleen
Daar moeten we nog een heel deel 's avonds opnemen. Dus dat doen we volgende week, want die komt volgende week pas online. Dus ja. Nou, we zijn hier in Bad Bentheim met Loran. En we zelfs hier bij dit super enge kasteel zijn we shots aan het opnemen voor de video. En het is echt heel cool. Zo, dus deze beelden hebben we echt gemaakt. Die hebben we niet gejat. Maatje is er niet bij, maar we doen het alsof Maatje hier is. Lol, nu gaan we klimmen. En proberen niet onderuit te gaan. Dus kijk, wat wil je zeggen? Ja, het is een beetje glad. Of zo. Ja. Maar het is super mooi hier. Oké. Okay. Oké. Okay. Weet je dat af nog kutter is dan op? Ja. Oké, okay, oké, okay, okay. Maar kijk jongens, hoe vet is dit? En hier ook super mooi. Wow. En vroeger, hè? Vroeger paarden. Paarden liepen er allemaal paarden. Paarden, echt? Paarden. Ja, hoezo tuurlijk. Paarden? Vroeger ridders. Ridders? Weet je nog? 900 jaar oud, hè, dit? Ja, dat is waar. Dat is echt zo. En die trappen ook, is ook zo scary. Ja. Komt meneer de geschiedenis. Meneer de geschiedenis. Geschiedenisleraar komt er even aan, hoor. Jij bedoel je? Ja. Ja. 900 jaar oud. Heb je toch een verkeerde opleiding gedaan? Wow, kijk. Wil je nog een shot van mij maken? Dat ik die trap op kom. Oh, kijk even echt. Wat is daarachter? Kun je dat daar zien? Als je... Dieren! Ah, ik schrok. Oké, dit was ons avontuur. Wow, het wordt ook al donker, dus dat is echt super cool voor het shot. En niemand... Eerst, deze vlog komt toch later. Dus in de video zal niemand zien dat het in Duitsland is opgenomen. Want we zijn in Duitsland en die trap is helemaal glad. Maar ik weet het woord niet. Hoe heet het nou? Ja. Hetzelfde woord gebruiken als je eerst voor het eerst op wedstrijd gaat. Je ja, maar debuut. Je, debuut, ja. Debuut. Ja. Debuut. We worden gewoon populair in Duitsland. Ja, jullie. Ons Duits debuut. Alleen kan ik geen Duits. Dit is ook echt creepy, man. Dit? Waar we naartoe liggen, ik spreek Duits very goed. En ja, ik liebe Duitsland. Oh, liebe? Liebe. Dit doet me ook... Ik hou van Duitsland, hè. Dit doet me ook echt denken aan de echte Stuk TV horrornacht. Dit is natuurlijk niet zo'n horror ding. Maar je kan natuurlijk wel met enge muziek en zo en enge clip. Ja, clips hebben we dan. Kun je er wel echt een creepy horrornacht van maken? Nice. Ik denk dat daar bij dat licht is, denk ik, het graf van de koning. Daar met dat licht! We gaan kijken! Oké, we gaan even kijken. Het is echt creepy. Ik zou hier niet in het donker willen zijn. Het zou wel echt super chill dat hier geen mensen zijn, want dan zou ik niet durven vloggen of zo. We zijn in Duitsland, de mensen verstaan ons toch niet. Nee, dat is waar, maar toch is het nog een beetje ongemakkelijk. Want dan iedereen verwacht dan dat je een Chocolate Whippenhoe bent. Maar dat zijn wij niet. Wow, we gaan weer berg beklimmen. Wij zijn wel Knolt Whippenhoe, maar... We zijn meer knullig. Knullig? Ja, knullig. En zo knullig. En zo knullig. Wow. We zijn en zo knullig. Nieuwe titel. Nee, grapje. Oké. Er waren hier mensen met een kinderwagen. Hoe hebben die dit ja. gedaan? Ik vind dit al een lastige trap. Met zo'n scheer kinderwagen, hè? Met zonder kinderwagen. Zullen wij nog een tijdje wachten met die kinderwagen, Nienke? Heel goed plan. Nog 10 jaar of zo? Ja, een jaartje of 10. 1, 2, 3, 4. Wat gaan we? We gaan naar huis heen. Of nee, we gaan niet naar huis. We gaan naar het huisje. Met? Paardenwagen. Inmiddels is het een paar dagen later en Maartje en ik gaan het laatste deel van de sketch opnemen. Ik heb dus echt zeker wel mijn koffer gepakt met daarin 2 luchtbedden. Zeker wel waterluchtbedden, helemaal top. Flesjes water in plaats van bier natuurlijk. Een zaklamp en een hoofdlamp. Like dit. En een grote zaklamp. Oh, gaat die nou uit? Ja, ik heb er echt veel zin in. Ik ben heel benieuwd. We gaan ook expres gewoon om 5 uur naar stal. Het is nu bijna 5 uur. Zodat er bijna niemand is. En ja, yeah. Ik ben benieuwd hoe het wordt. Ik heb net in ieder geval de intro geëdit. En ik was helemaal excited. Ik dacht, oh wat vet. Wat leuk. Dus tot straks. Film je? Ja.
onthouden. Gaan we dan. Ik zie je heel erg met die lampjes in de camera. Oh, oké. Okay, oh ja, moet je even met je shirt of zo. Broek. Sorry. Ja, is goed. Ja? Ja. Oké, okay, opnieuw. Sorry. Nee, joh. Max. Max is zo eng. Misschien zullen we naar die andere schuur anders bij de volgende staal of zo. Ja, dat kunnen we wel doen. Wacht. Maxi. Maxi. Ja, inderdaad. Nice. Max is echt eng zo, ja. Heb je dat gezien? Je moet mij filmen, niet zeggen. Oh ja. Ik kan niet meer. Let's go. Die fiets. Oké. Maar als jij moet straks als spook achter ons rennen. Als spook? Ja. Nee, we moeten gewoon voetstappen maken. Okay. Bam, bam, bam! Oké, daar gaan we. Huh? Dit is waar wij die geluiden horen. Oh, hier zijn we! Ja, die klerensjaal. Een biertje erbij? Ja. Ik heb gewoon pils bij jou, hè. Hier. Proost. Hey, slaap lekker, man. Wakker worden!